Hallo Isaac, we zijn hier vandaag in Soest. Hoe is het geweest? Vandaag is het heel goed gegaan. Twee weken heb ik bijna niks gedaan. Twee dagen gewoon niks getraind. En vandaag, ik heb het ook verbaasd vandaag. En wat vonden we van het zand? Weg of ja, zand of geen zand? Ja, zand vandaag, dat is meer dan niet mogelijk. De zand eigenlijk, dat is niks voor mij. Dat is gehatelijk gewoon, maar ik ben blij dat ik kan overleven vandaag. Ja, liever modder, hè? Ja, ik wil liever modder, zoals in Brussel en Rotterdam. Dat is altijd ideaal. En nu, wat ga je nu doen? Wat staat er nu op de planning? De rest van de Cross Cup? Nu ga ik even gewoon verder rusten tot volgende week. En dan ga ik beginnen voorbereiden van de zomer en de Cross Cup gewoon blijven die klassementen ook behouden. Dat is goed, zeg. Nog één vraagje. Wat staat er op het programma voor vanavond? Vanavond gewoon een dikke goed feestje en dan gewoon alles van 2015 al een beetje kunnen vergeten. En dan kunnen we mooi 2015 kunnen eindigen. Oké, veel succes, Isaac. Alsjeblieft. Dat was het debuut van Thomas. Thomas, hoe heb je zelf gelopen? Ja, het was, zoals Isaac zegt, we komen uit de rustperiode, dus het was wel wat wennen en ook examens. Maar ik ben wel tevreden, ja. Bij mij het doel is de Cross Cup verder afwerken en dit pakken we er zo wel wat tussen. En ik was tevreden, want het is wel een sterk deelnemersveld natuurlijk. Jij was toch die verraste heel erg in Roeselaar? Ja, dat klopt. Roeselaar is wel ook een parcours voor mij. Het was modderig. En we hadden er ook wel naartoe gewerkt. En ik voelde wel dat zo Brussel, zelf vandaag ook, is het beste wel er wel af. En daarmee dat we ook die rustperiode nu inlassen. En ik hoop echt een tweede deel van het seizoen nog iets te bewijzen richting het Belgisch toe. Maar we zien wel, we staan nu tweede in de Cross Cup. Dus ik hoop die plaats te behouden. Welke afstanden focus jij je normaal? Ik heb van de zomer heel veel 1500 gedaan. Maar ik denk dat ik wel meer voor het langere werk gemaakt ben. Zoals ik vorig jaar samen met Isaac 1 en 3 op het Belgisch kampioenschap. En die cross ligt mij echt wel goed. Dus ik denk dat we daarop verder gaan bouwen. Maar ja, ik ben nog maar 2 jaar geleden naar Tim overgeschakeld. En ik voel wel, ik heb al ondertussen een lange weg afgelegd. Maar ik hoop wel dat we daar nog een verlengstuk aan kunnen breien. Ja, want in de Roeselaar werken jullie samen. Dat zie je niet heel vaak in crossen of in hardlopen. Nee, maar ik zeg, we zitten met een heel goede groep. Ik, Isaac, Simon, we zijn allemaal goede vrienden, zowel naast het atletiekveld als tijdens de wedstrijd. En we maken daar gebruik van, maar op zich doen we niet echt iets. Het is misschien nieuw om te zien, maar het is wel voor ons ontspannender lopen. Als je nu ook ziet, vandaag zitten we eigenlijk vrij dicht bij elkaar en dat geeft wel vertrouwen om zo'n wedstrijd te kunnen aan te vatten. Ja. Er werd gesproken over een feestje. Ga je ook naar het feestje van Isa? Misschien wel. Bij mij staat er nog niet echt iets vast. We zullen zien, maar het enige wat jammer is dat we wat... Ik woon in Gent en hij woont tegen Brussel, dus dat is wel een eindje rijden, maar misschien wel. Ja. Hoe zijn Belgische eindjaarsfeestjes? Gewoon veel vuurwerk meestal, een beetje drinken. Maar we moeten opletten. En nu, we zijn sportman, dus we moeten ons wel verzorgen. Maar ja, af en toe kan het wel geen kwaad. Welke Belgische biertjes drinken Belgische sportmannen? Ik drink wel graag een Orval eigenlijk. Dus dat kan ik wel smaken of een Duvel. Maar voor de, een beetje champagne ook. Alleen we moeten niet zien dat er veel mengeling wordt. Dus ja. Wordt er dan getraind nog op 1 januari? Ik weet het eigenlijk niet. Ik denk dat we niet moeten trainen. Nee. Dus nu gaan we die rustperiode aanvatten. Dan is het om de dag lopen, niet lopen. Dus 2 weken lang. Ja, het zijn examens ook. Er moet nog wel wat geleerd worden ook. En als je mij nou uit de kop moet leren, is dat niet zo gemakkelijk. Dus ja, we zien wel. Dus niet met een te zatte kop gaan slaan. Ja, een uite kop noemen ze dat in België. Ja. Dankjewel. Geen probleem.